Vorige week heeft u bij ons in de uitzending de reconstructie kunnen zien van de moord op de 24-jarige Nicky Mann. De Nijmeegse restauranteigenaar is in maart vorig jaar met 2 kogels doodgeschoten. De 39-jarige hoofdverdachte Ovik S. heeft gisteren een straf gekregen van 15 jaar cel. Ik ben natuurlijk niet De vader van Nicky Mann heeft geen goed woord over voor de celstraf van 15 jaar die de hoofdverdachte krijgt opgelegd. Toch is de straf gelijk aan de eis van de officier van justitie. Volgens de rechtbank heeft de verdachte koelbloedig gehandeld toen hij Nicky Mann 2 kogels door het hoofd schoot en zijn lichaam in de Ooipolder dumpte. Het exacte motief heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen, maar alles wijst op een kille liquidatie. Daarmee heeft hij de ouders hun zoon, de vriendin haar vriend afgenomen en familie en kennissen een dierbare. Bijzonder koelbloedig en wreed vindt de rechtbank ook nog dat verdachte om 9 uur in de avond op de dag van de moord naar het restaurant van de ouders is gegaan, wetende dat hij Nicky had gedood. En heeft geveinsd dat hij op dat moment met Nicky een afspraak had, kennelijk om de verdenking later van zich af te wenden. De moord moet tussen 8:30 en 9:00 zijn gepleegd in deze loods aan de Ambachtsweg. Die loods werd door Ovik S. gehuurd en er was een hennepkwekerij. Vermoedelijk is toen ruzie ontstaan over geleend geld. Het zou dus kunnen dat de moord in een opwelling is gepleegd. Maar de rechtbank gelooft daar niet in. Ovik S. heeft Nicky met voorbedachte raden doodgeschoten. De voorbedachte raden blijkt naar het oordeel van de rechtbank onder andere uit het feit dat hij een wapen met een geluiddemper heeft gebruikt. Dat doe je alleen maar als je iets van plan bent. En bovendien ook omdat deze veroordeelde zoveel moeite heeft gedaan om die afspraak te maken en het slachtoffer mee te krijgen naar die loods van hem. Nicky is vriend van mij, goede vriend. Dus ik weet, ik heb er niks gedaan. Dus ik zelf blijf zeggen, ik ben onschuldig. Hij is vriend van mij. Ovik S. heeft zelf altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben. Maar volgens de rechtbank is er genoeg bewijs tegen hem. Sorry, ik kan met mijn hormoon in deze punt. Een 32-jarige medeverdachte is tot 207 dagen cel veroordeeld voor het helpen wegslepen van het lijk. Die celstraf is gelijk aan het aantal dagen dat hij in voorlopige hechtenis heeft gezeten. Het OM wilde hem ook vervolgen voor wiethandel. Tijdens verhoren heeft hij namelijk toegegeven in wiet te handelen, toen rechercheurs hem vertelden dat hij daar niet voor vervolgd zou worden. Volgens de officier van justitie was deze belofte niets waard. Uitgesproken is een politieman die zegt hij wordt niet vervolgd. Die zegt de officier van justitie heeft dit gezegd. Daar kun je geen vertrouwen van die vervolging aan van afleiden. Als je dit soort dingen zegt als openbaar ministerie, dan kunnen daar consequenties aan verbonden zijn. De rechtbank vindt dat op basis van deze uitspraken de verdachte het vertrouwen mocht hebben dat hij voor die hennepplantage niet vervolgd zou worden. Beide mannen zeggen niets met de moord op Nicky Mann te maken te hebben. Ze gaan in hoger beroep. Maar